Doorgaans kom ik regisseur en filmmaker Jan Verheijen tegen op een filmset of op een filmpremière. Maar vandaag heb ik hem uitgenodigd om over zijn boek te komen praten. Een boek dat gaat over zijn grote passie. En uiteraard is dat film. Dag Jan. Dag Janka. Jouw titel van je boek spreekt eigenlijk al boekdelen. Hè? Alles wat je eigenlijk zou moeten weten over film, volgens Jan Verheijen. Die volgens is... Maar die volgens is heel belangrijk, omdat als je het zo zou doen, als die volgens weg zou zijn, dan zou het een geweldig pretentieuze, om niet te zeggen megalomanen titel zijn. Hè? En Jan Verheijen vergoeilijkt dat een beetje. Ja, omdat die volgens mij toestaat om een aantal keuzes te maken. Mm-hmm. En ook niet strikte volledigheid en objectiviteit na te streven. Het is film is een huis met vele kamers en ik nodig jullie nu uit in de door mij bewoonde, toch wel knus ingerichte kamers. Dat is wel een impressionante one-liner. Maar moeten mensen daardoor niet Jan Verheijen een beetje kennen? Nee. Het is ook niet zo dat het een... Het is geen personality boek of zo. Hè. Het gaat wel degelijk over film, wat mijn passie is. En ik vertel over film zoals ik op menig feestje al mensen heb geënterteind met anekdotes en one-liners en verhalen over film. Wat zou ik eigenlijk moeten weten over film? Als je die vraag zo op de man afstelt, denk ik dat als je geïnteresseerd bent in film, dat het niet erg is om daar toch een heel klein beetje historische context van te kennen. Het valt mij bijvoorbeeld op, ik kom wel eens filmstudenten tegen. En die, er zijn erbij die echt denken dat de film is uitgevonden door Quentin Tarantino. Die ook geen idee hebben wie Harry Kummel is. En dan denk ik van, hier klopt iets niet. Wat ik ook bijzonder, wat ik ook volgens Jan Verheijen vind, is de humor die in het boek zit. Ah, dat vond ik heel belangrijk. Ik wou absoluut, het laatste wat ik wou is een soort cinefiel traktaat of een saai naslagwerk. Ik heb echt geprobeerd, zeker in de anekdotes en in de one-liners, of hier en daar zelfs in de manier waarop ik dingen formuleer, toch enige ironie en relativering te brengen. Ja, ik heb mijn teuk gelachen. Met de opsomming van wat er eigenlijk allemaal in films altijd weer terugkomt. Ja. De B-kartraat. De suspension of disbelief. Ja, dat is zo. Ik wou ook niet de ik hou ontzettend nog altijd van film. Ik ben ook nog altijd een dankbaar publiek. Ook al word ik verondersteld de trucken van de voor te kennen. Maar niet wegneemt dat het soms natuurlijk dat het leuk is om in zo'n hoofdstukje suspension of disbelief mensen te wijzen op een aantal dingen die je in films gebruikt en die ook passeren. Bijvoorbeeld, een heel klassiek voorbeeld. Een hoofdpersonage in een film vindt altijd een parkeerplaats vlakbij waar hij moet zijn. En waarom? Dat is natuurlijk totaal onrealistisch. Ook in New York. Zelfs in New York. Iemand komt en parkeert zich voor het gebouw. Waanzin. Maar toch, waarom doe je dat? Omdat het natuurlijk visueel en in je vertelling totaal niet interessant is om die mensen naar zo'n parkeergarage te zien rijden en die een auto parkeren. Dat is niet interessant. Dus dat sla je over. En wie zou je zo'n boek willen geven? Dat vind ik best wel een moeilijke vraag. Er zijn, wat mij is opgevallen, is dat er bijna geen, om niet te zeggen geen, boeken zijn over film in het Nederlands. Je hebt een enorme bibliotheek aan Engelstalige filmboeken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er een veel grotere Engelstalige filmindustrie is en dat die markt veel groter is. Maar ik vond het wel prettig om eens ook in het Nederlands een boek te hebben dat probeert op een heel laagdrempelige manier dingen te vertellen over film. Het is een boek dat, denk ik, toen ik 15, 16 was en zo bewuster naar film ben beginnen kijken, dat ik wel graag was tegengekomen op dat moment. Het is gewoon ook fun om te lezen, hè, Jan Verheijen. Vind ik wel, ja. Dankjewel voor dit gesprek. Zeer graag gedaan. Alles wat je eigenlijk zou moeten weten over film, volgens Jan Verheijen dan toch, werd uitgegeven door Borgerhof en Lambrecht. Volgende week praat ik met fotograaf Eddy van Gestel over zijn Afrika. Tot dan.